Ulft heeft in 1968 ongeveer 8000 inwoners en is daarmee het grootste dorp van de toenmalige gemeente Gendringen. Bovendien groeit het plaatsje snel omdat de omliggende ijzerindustrie altijd op zoek is naar nieuwe werknemers. Het overgrote deel van de Ulftse mannen werkt dan ook bij een van deze fabrieken. 95% van de bevolking is katholiek en het rijke Roomse leven komt samen in de vele verenigingen die Ulft rijk is. Van schutterijen tot fanfarekorpsen en sportverenigingen. En daarbij zijn ook de kinderen van de partij, al worden die in 1968 nog best streng opgevoed. Het was vaak wel zo dat wanneer je met mensen praat, dat ze vinden dat ze vroeger als kind werden ze vrij streng opgevoed. Er was altijd een bepaalde dwang en een bepaald gezag. En vooral niet complimenten waren waar de kinderen bij waren, want anders zouden ze wel eens een beetje minder kunnen gaan presteren. Ik heb in Ulft een geweldige tijd gehad, zowel op de school, op de MULO waar we gezeten hebben. Ja. En wij hebben samen ook bij de verkenners gezeten, ook een geweldige leuke tijd gehad. Naar de bruidegom die in zijn hemdje staat. Oh, kom uit de bedstee, liefste. We komen nu in een buurt van Ulft, een buurtschap. Dat werd dus Oversluis of ook wel Slavendorp genoemd. En die naam die vermoeden ze dat het te danken is aan het feit dat de mensen op de ijzergieterijen werkten en daar een beetje als slaven behandeld werden. En ook de salarissen waren navenant in die tijd. Ook de huizen die er stonden waren dus ook allemaal een beetje naoorlogse woningen met weinig comfort. Wel mensen die gelukkig waren, maar wel ook de families die aan elkaar gewaagd waren. Wel een hechte gemeenschap. Als mensen ziek waren, dat ze voor elkaar klaar stonden, dat ze dus elkaar hielpen in slechte tijden, in voor- en tegenspoed. En er was ook een aparte buurtschap die ook een aparte kermis hield als de kermis gevierd werd. Ook een eigen schutterij had daar. En dan kwam je op wat dat betreft ook moeilijk tussen die mensen. Hè? Omdat het toch een beetje een gesloten gemeenschap was. En ieder zit te barsten van de kou. De misdienaartjes worden zo balorig. Ik zag er eentje met een pijl en boog. Ze speelden Indiaantje op de kansel. En je moeder kreeg een pijltje in de oog. Oh, kom uit de bedstee, mijn liefste. De hele zaak loopt vreselijk uit de hand. Hier zien we mevrouw Wezenberg, die kennen we dan. Die woonde in de Bontebrugstraat. Dat was ook typisch zo'n straat in die wijk. Ze was diagonaal aan het snoeien. Of ze dat extra deed, weten we niet. Maar ze had dus aan de achterkant hadden de mensen dus ook vaak grote tuinen. En dat was dus ook wel nodig, want ze moesten zelf toch wel de nodige groenten verbouwen. En ook fruit, eventueel fruitbomen, stonden in hun tuin. Dat was gewoon een onderdeel. Er werd ook veel ingewekt toen nog in die tijd. Hè. De vriezers waren er nog niet. De kosten zijn me hijgend onder het luiden. Waar blijft ze nou? Zo gaat toch alles mis. De zaak moet rond zijn over 10 minuten. Want buiten wacht weer een begrafenis. Oh, kom uit de bedstee, mijn liefste. We hebben nu al lang genoeg gewacht. Er komt nog tijd genoeg. Hier hebben we Bakker van de Zanden. Die man die liep altijd op een holletje. En dan zei hij, joh, ja dat doe ik, want dan blijft het brood langer vers. Het is een schoolplein van het klooster. De leerkrachten waren nonnen. En er was een meisjesschool, de Mariaschool. En waar de meisjes uit het dorp naartoe gingen. En dan was er een eindje verder was er een jongensschool, de Arlebuurtjesschool. Die,
die nonnen die functioneerden gewoon goed. Die school had een goed niveau. Het was ook zo dat wanneer iemand 4 was, dan kon die naar de kleuterschool. Maar in Ulf was er zelfs ook een bewaarschool. Daar konden al kinderen van onder de 4, die konden daar ook al 1 of 2 jaar naartoe. En dan gingen ze dan stroomden ze door naar de kleuterschool. De contacten met de meisjes van die op die leeftijd nog niet zo, hoor. Dat was dat was nog nada in die tijd. Het was zelfs zo dat wanneer je op de Mulo zat en het hoofd van de school, meneer Pikkemaat, was erg streng en die merkte dat meisjes voor hun 17e naar de dansschool gingen. Dan maandags werden ze naar voren geroepen, kregen extra een hele moeilijke spreekbeurt. Want het werd gewoon, hij loerde daar een beetje op. En meisjes onder de 17 mochten niet naar de dansles. Vroeger had je dus in het dorp nog geen bioscoop, maar achter dit huis, het staat er jammer genoeg niet meer, maar er was dan het Kiekhuis. En dat was dus de oude voorloper van de bioscoop. Dit is al een vervolg van de scholen. Later zijn de scholen toch dat de jongens en meisjes bij elkaar kwamen. Dit is een noodlokaal die achter het gebouw van de Alvisieschool geplaatst is. Dit is juffrouw Lucas, een heel bekend figuur in Ulf. Had altijd de eerste of tweede klas, was heel serieus, heel streng ook. Kinderen leerden enorm goed bij haar. Als je niet tussen de middag gaf ze nog extra les om je maar bij te spijkeren. En zo'n enorme inzet had ze. Maar echt populair was ze niet. Maar ja, daar ging het ook niet om vroeger. Het ging om het resultaat. Elke jongen in Ulft heeft bij juffrouw Lucas in de klas gezeten. Ja. In de eerste klas. Dit is een winkel in Ulf, de coöperatie. Coöperatie Eigenhulp. Je had twee winkels, het woord zegt het al. De klanten waren tevens eigenaar. En die kregen ook eind van het jaar kregen ze een winstuitkering. Dus de mensen die waren heel trouw aan die winkel, omdat ze dat als hun winkel beschouwen. Ze hadden ook een reclametekst, niet voor het gewin, maar voor het gezin. Dit is toevallig de school in Ulven-Noord. En Ulven-Noord werd ook wel Oer genoemd. En het Oer, dat had, zeggen ze, te maken met het Oer, het ijzeroer, wat daar destijds gevonden werd, waardoor de ijzerindustrie is ontstaan. En wij maken een grapje dat wij tegen elkaar zeggen, wat betekent Oer? Nou, we hadden dus de namen van 3 families. Dat betekende Overgoor, Erichveld en Ratering. Dat waren de 3 invloedrijke families in die buurt. Dat was dus Ulven-Noord. Vroeger ook wel Ulft 2 genoemd. He, dus je had Ulft 1, Ulft 2. Oh,
Dit is een van de bekende cafés in Ulft. Dat was van de familie Van Uhm. En die hadden in diverse plaatsen in de Achterhoek en nog verder weg hadden ze cafés. En die hadden bijnaam De Pluim. Deze mensen die hadden een ongelukkige dochter die ergens op een internaat zat. Maar als vervanging hadden ze dan toch ook maar een hond genomen. En dat was Bobby, een bokser. Bobby van De Pluim werd hij dus ook genoemd, die hond. En die had hij dermate gedresseerd dat hij dus bij de klanten de lege bierflesjes op kon halen. En dan kwam er op een gegeven moment, had hij een nieuwe hond gekocht. En toen zeiden ze tegen hem, Hein, heb je misschien die hond ook geleerd om volle flesjes te brengen, want we hebben dorst. Toen op een gegeven moment is die hond overleden, heeft hij een rouwadvertentie gezet. Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve trouwe Bobby. Liever geen bloemen, ga naar bezoek. Heel origineel. Dit is weer een kleuterschool in Ulft-Zuid. Het is weer in Ulft-Zuid of Centrum werd dat genoemd. Aan de Pastoor van Nooistraat. De zusters, zuster hoe heet ze? Zuster Albertus. Albertus. Had altijd een tamgemaakte parkiet en dan liep ze in het klooster. Dan kwam ze aan de bel en die parkiet zat netjes op die vinger en bleef tokstijf zitten. Schitterend. De mens was helemaal gelukkig met die parkiet. Eigen gebrek aan de man, ja. Van de hele wereld, mama, de allerliefste van de hele wereld. Later, wanneer ik ga trouwen, zal ik een huisje gaan bouwen. Als je dan soms alleen zult zijn, kom dan bij mij in mijn huis. Hier zien we dus de Ettersweg, ook een beetje een buurt waar ook qua huizen en qua mensen ook toch ook sociaal ook wat mindere, laat maar zo zeggen, mindere, niet mindere mensen, maar die dus ook financieel en qua baan dus niet het allerhoogste waren. Hier zijn we bij meubelfabriek Horstink op de Pol. Dat was weer een andere buurtschap in Ulft. Het was een meubel, er werden meubels gemaakt. Goed bedrijf, heeft lang gedraaid op de Pol. En is ook jaren geleden ook overdwenen, denk ik wel een jaar of twintig geleden. Verwonderlijk dat al die mensen ook hun werk, terwijl ze toch in brandbare spul werkten, dat ze altijd rookten. Dat is opmerkelijk. Dat een sigaret boven de dingen, dat was heel normaal. Allemaal een sigaret aan, heel veel krullen op de grond en niemand zei er iets van. Ik denk dat er in die jaren, in 68, dat toen was net het bruto minimumloon ingevoerd. Ja? En dat bedroeg in die tijd 135 gulden bruto per week, per week betaald. Dit is een oude makker van ons, die heeft nog bij ons in de klas gezeten, is ook al lang overleden. Ja, maar ook leerverwerkt, zoals je ziet.
heel veel toch wel handwerk, kwalitatief hoogstaande producten. Het bedrijf is inmiddels al 20, 30 jaar geleden opgeheven. En hier zien we de Kempmanstraat met op de achtergrond net het nieuwe gebouw, het bejaardencentrum. Was ook in 1968 net geopend. En ik weet dus dat mijn opa en oma van mijn moeders kant hebben daar als eerste bewoners dus ingewoond. Ja, maar 65 ging iedereen naar een bejaardencentrum. Ja, dan zei je, verkoop je eigen huis en je gaat daar zitten. En of je nog mankementen had of niet, dat was helemaal niet van belang. Als je daarheen wilde, dan... Ik ben met open armen ontvangen, net tegengestelde van de tegenwoordige situatie. You're just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be alone with me, that come on. Dan komen we dus bij Van der Zanden, Piet Van der Zanden, een hele bekende bakker. Mensen kwamen eigenlijk van beneden Leeuwen, maar die zijn dus naar Ulle verhuisd in 1964. En hebben daar dus een goed lopende bakkerswinkel opgezet. En met kwalitatief ook een van de beste bakkers die we in het dorp hadden. Je ziet het, druk bewinkeld. Once upon a time. Dit is Dokus van der Zanden, een van de zoons die later ook die zaak enorm uit heeft gebreid en echt een enorme goede bakkerij heeft ontwikkeld. Remember how we laughed away the hours. Think of all the great things we... Van der Zanden senior die stond bekend als de beste tatenbakker en jij is daar nou ook mee bezig. Hij was de beste tatenbakker van het dorp. Auto's waren te duur, dus hij had een aantal bakfietsen. Die had hij wat op laten hogen, dan kon er meer brood in. Hij nam ook graag koekjes mee. Ik weet, in die tijd hielp ik wel eens bij de bakkerij. De prijs van een grijs brood was 37 cent, van een wit 41 en van een melkbrood was 42 cent. En het roggebrood was gesneden per half pond ook zo rond de 35, 40 cent. Cafetaria. Dit was net over de brug. Die man had een bakkerij, een bakkerswinkel en een lunchroom cafetaria. Want de bussen stopten daar en vroeger zelfs ook de stoomtram. Dus een aantal mensen die daar moesten wachten, die schoten daar naar binnen. Mensen hadden een groot gezin, alle kinderen werkten mee. Je kunt zien op de film, achter de bar staat Hilde. Die was op dat moment misschien 13, 14 jaar, maar gewoon als je handen had, moest je werken. Het kwam ook omdat moeder heel vroeg overleden was. Dat is ook een reden. Hier zie je dus de man zelf bedienen in een overal. Maar die man zat dus in de bouw, was een bouwvakker. En het café werd ook de Troefel genoemd. Dus genoemd naar de troefel die dus in de bouw gebruikt wordt.
En nu gaan we dus over naar een van de sportverenigingen. Dat was de judovereniging van Lucie en Theo Ketelaar. De sportschool bestaat nog steeds, goed florerend. En de eerste lessen werden dus gegeven in cafés, dus niet in een eigen zaal. Dat hadden ze toen nog niet. Dit is in zaal Schot in Ulft-Noord. Daar hadden ze dus de zaal afgehuurd. En daar kregen dan de kinderen de judolessen. Daar waren een paar hele goede judoka's bezig. Eentje daarvan is zelfs Nederlands kampioen geweest in een bepaalde klasse. Ja. In die tijden was Anton Geersing is wereldkampioen geworden. Ik denk dat er ook wel invloed heeft gehad op kinderen die dan zeiden van maar judo, daar ga ik ook bij. Dat is tegenwoordig ook zo. Bepaalde sporten, dus damesvoetbal en noem maar op, hockey. Trek kinderen aan, verenigingen hebben allemaal profijt ervan. So much to do. If I only had time, if I only had time, dreams to pursue, if I only had time, they'd be mine. Time like the wind goes a-hurrying by, and the hours just fly. Where to begin? There are mountains I'd climb if I had time. Since I met you, I've thought. Dit is Café Schot in Oer, waar in Oer of Ulft-Noord, waar dus die lessen gegeven werden. En dit is de baas zelf. Kijk, en hier zie je dus een van de dorpsfiguren, dat is Piet Lucassen. En die reed dus melk. Melk bracht hij naar de melkfabriek. En het paard van hem kende elk café. Daar ging hij automatisch stilstaan. En als Piet te lang binnen was in het café, dan liep het paard ook vanzelf naar huis. Maar een prachtig dorpsfiguur. Iedereen kende ook Piet Lucassen. En hier hebben wat mannen van de Ulftse Harmonie bij elkaar zitten. Gezellig aan een beeldje. En we zeiden gisteravond, hebben wij deze film even samen bekeken. Te veel drinken is ook niet goed. En alle drie mannen die zijn al overleden die daar zaten. Die verenigingen zijn ook vaak opgericht vroeger door geestelijke adviseurs. Omdat mensen hadden zwaar werk. Wanneer ze klaar waren, dan dronken ze zelfs onder het werk dronken ze al. Als soort doping, om het maar vol te kunnen houden. En de pastoors en kaplaans hebben vooral de mensen geactiveerd om bij een muziekvereniging te gaan. Dat ze niet alleen maar werken hadden en drinken. Dat ze ook creatief bezig waren door muziek en schutterijen.